Hey, daar heb je Ezechiël weer. De profeet die zei dat de mensen moesten veranderen. Hey, wat staat Ezechiël daar nu bovenop die berg te doen? Het lijkt wel alsof hij met God aan het praten is. Ezechiël! Ezechiël! Wat heb je ons te vertellen, Ezechiël? Ik wil jullie vertellen dat jullie op moeten passen. Jullie moeten veranderen. Probeer het nu, alsjeblieft, zo snel mogelijk. Wat heb je ons te vertellen, Ezechiël? We verstaan je niet. Kun je meer naar beneden komen, in het dal waar alle mensen zijn? Ezechiël, we verstaan je nog steeds niet. Kun je niet nog verder naar beneden komen? Kijk nou, wat een stralend licht. Oogverblindend. Dat licht moet van God komen. Wat is dat nou, Ezechiël? Heb je geen stem meer? Net nu je bij ons in het dal bent, net nu je namens God kunt gaan zeggen dat we moeten veranderen, heb je geen stem meer. Ezechiël, wat balen dat je geen stem hebt en niet kunt vertellen dat mensen moeten veranderen. Misschien wil God wel dat je eerst goed nadenkt voor je wat gaat zeggen. Want je zegt het niet zomaar. Je zegt het omdat God het wil. Weet je dat de leerlingen van Jezus ook een stralend licht hebben gezien? Ze keken toen vanuit het dal de berg op waar Jezus naartoe was gegaan. En Jezus was daar niet alleen. Daar waren ook Mozes en Elia. Zij hadden ook namens God gezegd dat mensen moesten veranderen. En Jezus zou dat ook gaan zeggen tegen alle mensen die onderaan de berg wonen in het dal. Dat verhaal gaan de kinderen nu horen in de nevendienst. Ezechiël, wil jij de kinderen nog iets zeggen?